Het ministerie van Openbare Werken is bezig 3 grote strafklachten voor te bereiden tegen de vorige regering. Dit haalde minister Riyad Noor Mohammed aan afgelopen woensdag voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering. De bewindsman liet weten dat het onder andere gaat om personen die weigeren onrechtmatig verkregen staatsmiddelen in te leveren. Deze strafklacht zal in januari worden ingediend. Hij gaat in op de tweede strafklacht. Dat is voor mensen, politici, die onrechtmatig middelen van de staat hebben thuis. Een tweede ding dat in voorbereiding is, middelen van de staat die tijdens de verkiezingen zijn uitgedeeld in de stemming van tralala en hoera. We kennen dat allemaal. Die mensen van tralala hoera die gaan moeten verklaren waar mijn tractoren zijn, waar mijn bussen zijn, waar mijn auto's zijn. Die strafklacht wordt deftig voorbereid. Ik heb een aantal kunnen vinden, jullie hebben dat vaker gehoord. Een aantal heb ik teruggebracht, maar een deel kan ik niet vinden. Maar is wel uitgedeeld op de berm. Dus ik ga de justitiële autoriteiten vragen om alle bronnen, alle getuigen op te roepen en de verklaring af te laten staan. Dat wordt een strafklacht tegen de regering Bouters Adin en alle ministers die verantwoordelijk zijn geweest voor dat beleid. Tegen allemaal wordt die strafklacht ingediend. De derde strafklacht heeft te maken met de vele ambtenaren die in dienst zijn genomen van openbare werken. Kort voor de verkiezingen. Minister Noor Mohammed zegt dat alleen bij dit ministerie alleen 1500 ambtenaren in dienst zijn genomen. Dat is niet normaal. Het blijkt nu al dat de stukken niet gehonoreerd zullen worden. Omdat er inderdaad, zoals ik vaker heb gezegd, fraude, waarschijnlijk sprake is van mogelijke fraude. Dat wordt ondertussen bevestigd. We hebben heel veel ambtenaren een stuk in orde gemaakt, maar ze zullen geweigerd worden. Wij willen ons best doen, maar u weet, de wet is daar en het recht is daar en het wordt waarschijnlijk niet gehonoreerd. Dus we hebben een groot probleem. Het gaat hier om grootschalige criminaliteit, grootschalige mensenhandel, grootschalige omkoping van mensen, waarvan de regering Adin Bouterse met de Raad van Ministers toen zich zal moeten verklaren wat er gebeurd is. Ik heb verschillende ooggetuigen gehoord wat er gebeurd is. Op straat zijn dingen uitgedeeld. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken afgelopen woensdag tegen journalisten op de stoep van het Frank Esset gebouw.